corrigeert het steeds. Ja, oh, de auto. De wassen-apps. Ik hoop dat we maar nog weg maar doen. Water in my eye. It's raining on change. Waar ze naartoe moeten. Oh, you're too busy. Yeah, pilot? I don't want to disturb him. No, he's okay. Can I ask you a very short question? How are you doing? Fine, we are here. En de ballonnen hebben dus ook een pH-nummer. Dus Jan Oude Amstel, zijn ballon staat eigenlijk als eerste. Good job, just for Ah, great. Ik denk dat ik bij je terecht kom. Ja, en dan maar hopen dat we zo meteen nog steeds zijn. Dankjewel voor de inlichtingen allemaal. Oké. Okay. Om dat verhaal af te maken van die... En dan gaan dat meestal mensen, dan gaan ze er tussendoor. Dus dat is het moeilijke van de taas. Nu is net de horen gegaan, nu gaat de groene vlag omhoog. En nou mogen ze vanaf nu mogen staan. Dankjewel. Door het jaar heen, hè, we weten allemaal dat nu steeds langer het licht blijft. Dus de ballonvaarten gaan eigenlijk steeds later beginnen. Als het nou een hele crispy winterdag is, dan maakt het eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Dan zou je ook overdag kunnen varen. Maar doordat nu het begint. Oké, op het... De middelste ballon. En de ballonnen hebben dus ook een pH-nummer. Dus Jan Oude Amstel, zijn ballon staat eigenlijk als eerste overeind daar, die rood-wit geblokte. En dat is ook allemaal tactiek, hè? Ga ik snel weg? Ga ik nog even wachten? Heel veel rood. Wordt niet even gecorrigeerd. Wat is Nou ja, in ieder geval moet ik proberen om te voorkomen dat er iets gebeurt. Dus de piloten zijn heel erg opgeleid om te zorgen dat er iets aan de hand is. Als er iets aan de hand is, dat ze weten wat ze moeten doen. Denkt u aan iets specifieks? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik vraag me wel eens af, de kroonlijn. Dus die lijn die zorgt ervoor dat de ballon niet, in dit geval, hè, die blauwe ballon met roze, paars, geel en zwart, dat die niet helemaal van links naar rechts gaat. En hij probeert hem een beetje naar rechts te trekken. Dus hij zorgt ervoor dat de ballon rustig omhoog komt. Jullie zien nu meer van die lijnen? Ja, de voorwaarden. En zijn jullie hier in de caravan? Jan gaat. Kijk, dat is Jan Oude Amstel. Jullie zien hem loskomen van de grond. Het weerbericht hadden, is dat we richting Bijlen uit zullen gaan komen. Dus richting het westen. Ik zie wat mensen knikken, dus dat klopt. Ik kom zelf hier niet vandaan, maar... Bij deze ballon kan je het nog steeds zien. Dan zie je ook van die raampjes erin zitten. Dus die raampjes zijn gemaakt dat je, als die omhoog staat... En daarmee gaat de ballon weer naar beneden. Ja, hij had best wel veel stijgingen, hij gaat best wel hard omhoog. En nu zie je die stijging eruit zakken en dat komt dus omdat hij hem omhoog heeft getrokken. Kijk, daar gaat de paarse ballon. Even kijken wie daarin zit. Dat is ons juniorenkampioen. Hoe hoog kan een ballon vliegen? Gaat best hoog, denk ik. Ja. Het kan best zijn dat het beter is om laag te blijven vanavond, dat je de goede kant op gaat. En als je hoger wil, dan ga je over het algemeen meer naar rechts. En als je naar beneden gaat, dan draait de ballon meestal een beetje. Dat is de ballon van Henk Broeders. Die vaart eigenlijk nog behoorlijk aan de linkerkant. En die lijkt eigenlijk veel meer naar links te gaan dan de ballon van Jan Oude Amstel. En dat is ook een iets goedkopere ballon dan deze strakke ballon. Je ziet dat hier veel meer van die lijnen op zitten. En dat heeft ermee te maken dat het de meest linkse ballon is. En dat is wat nodig is. Daar helemaal vooraan is. Hello, this is our secondary event director. Or deputy director. Deputy.
I started competing in 1978. Competed for 23 years. Now he's up high above his target. He has to get back down. Oké, dit is wat even een handig tip die hij geeft. Het is wel hartstikke mooi als je zo naar links kijkt daarboven. Maar ja, als je zo ontzettend hoog boven je target bent, dan is het natuurlijk ontzettend onhandig. Want dan moet je de maker van het De oude rol, die heeft de weg juist de wind, die is het vaker vooruitgaan, zodat ze dan op het juiste moment boven het doel zijn. En daar zie je Richard Perret, dat is ook een hele bekende ballon, die komt nu naar beneden en die wil snel naar beneden. Om snel naar beneden te gaan, laat die veel lucht uit de ballon boven en dan deformeert de ballon en dan zie je die ballon nu wakker is. En die twee blauwe pijltjes, dat is wat wij nog hesitation walls noemen. Ze moeten op het laatste moment kiezen welke van die twee ze pakken. En zoals dat er nu uitziet, denk ik dat ze, als ze zo hoog gaan, gaan ze naar links. Dus dan zou het wel eens kunnen zijn dat ze dit pijltje pakken in plaats van die. Ze hebben hier achteraan hebben ze nog een opdracht. En die moeten ze zelf, dus die opdracht die zit hier nog achteraan. We hebben Belgen, we hebben Tsjechen, we hebben Nederlanders, we hebben Denen, Engelsen. Nou, echt van heel erg veel verschillende landen, zie. Oh, kijk, er staan damesteam erboven. Onze Belgen. Anne Herderwijn heet zij. Het is ook al een heel ervaren. Do you?